De Brexit is een feit. Het Verenigd Koninkrijk maakt geen deel meer uit van de Europese Unie. Dat gaat gepaard met heel wat veranderingen in de handel met het Verenigd Koninkrijk. En die zijn niet altijd even helder. Vlaamse KMO's die vragen hebben over de Brexit en wat dat betekent voor hun activiteiten, kunnen aankloppen bij het Brexit Helpdesk Team van het Enterprise Europe Network Vlaanderen. In een samenwerking met Flanders Investment and Trade en Vlaio. Sinds die Brexit is de nood heel hoog bij bedrijven om daar advies of antwoorden rond te krijgen. Dat is heel lang een hele onzekere situatie geweest, die Brexit. Je hebt daar eigenlijk een land dat opeens geen lid meer is van de Europese Unie en niet meer deel uitmaakt van die Europese interne markt, van die douane-Unie. Dat wil dus eigenlijk zeggen in de praktijk dat je terug met de grenzen zit tussen België en het Verenigd Koninkrijk. Concreet wil dat zeggen dat daar terug douane bij komt. Je zit altijd met een extra administratieve kost, extra tijd. Dus dat heeft een enorme impact op heel die logistieke keten. Het gespecialiseerde team behandelt elke vraag op maat van het bedrijf. In bepaalde sectoren tekenen zich duidelijke trends af. Sinds januari krijgen wij meer vragen van webshops. Als je aan eindconsumenten levert in het Verenigd Koninkrijk, heb je vaak een Brits BTW-nummer en een Brits EORI-nummer nodig. En veel bedrijven of kleinere webshops waren daarvan niet volledig op de hoogte. Ook met subsidieaanvragen kan je bij het Brexit Helpdesk Team terecht. Bij FIT zijn er Brexit-subsidies die vooral de operationele kosten moeten dekken. Bij Vlaio is er de Brexit-veerkrachtsubsidie en daar gaat het eigenlijk over bedrijven die nadeel ondervinden van de Brexit en om die reden eigenlijk hun business willen omvormen. En dan gaat het dus eerder over strategische transformatie. Maar dus als bedrijven daar vragen over hebben, kunnen ze ook bij ons terecht. In de praktijk is het allemaal een beetje moeilijker gemaakt, heel het handelsproces. Maar wat ik zie bij bedrijven is dat zij vooral die Britse markt niet willen laten liggen en dat zij wel heel ver gaan om die Britse klant te blijven beleveren en om dat deeltje van hun marktaandeel te behouden. Dus ik zie daar toch wel dat Vlaamse bedrijven heel ver gaan. En ook zelfs bedrijven die nog nooit geëxporteerd hebben naar het Verenigd Koninkrijk, die stellen nu ook de vraag van oké, wij willen die markt aanpakken. Wat moeten wij in orde brengen om onze Britse klanten of potentiële klanten te beleveren? Dus de Brexit is wel een economische shock, maar op termijn zal de economie zich wel herpakken en zullen bedrijven er wel alles aan doen om dat marktaandeel te behouden. Je kan het Brexit Helpdesk Team bereiken via deze adressen.